Kiezen voor MBO College Hilversum is kiezen voor ruimte om zelf te ontdekken wie je bent, waar je kracht ligt en welk beroep het beste bij je past. Welkom bij de sector Welzijn in Hilversum. Ben je sociaal, zorg je graag voor anderen en wil je afwisselend werk? Dan zit je hier op de juiste plek. Wij leiden je op om anderen te helpen bij het huishouden of om hen te verzorgen. Binnen Welzijn kun je kiezen uit de volgende richtingen. Pedagogisch medewerker kinderopvang, gespecialiseerd pedagogisch medewerker, onderwijsassistent en dienstverlening helpende zorg en welzijn. In dit webinar neem ik je graag mee in de opleiding dienstverlening helpende zorg en welzijn. Voor de opleidingen pedagogisch medewerker en onderwijsassistent kan je een van de andere filmpjes bekijken. Dit webinar zal ongeveer 10 minuten duren. Dit is je leslocatie. Als je kiest voor dienstverlening helpende zorg en welzijn, zorg je graag voor anderen en wil je afwisselend werk. Wij leiden je op om anderen te helpen bij het huishouden en om hen te verzorgen. Verder leer je sociale, creatieve en sportieve activiteiten begeleiden. Je kunt ook werken in andere beroepen in de richting van zorg of welzijn. Met dit diploma op zak kan je werk in verschillende richtingen doen. Zo kun je met ouderen in de thuiszorg of in een verpleeghuis werken, maar ook in de gehandicaptenzorg. Daarnaast kun je ook in het welzijnswerk of de naschoolse opvang aan de slag. De gemiddelde opleidingsduur voor dienstverlening helpende zorg en welzijn is ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Hierna kun je eventueel doorstromen naar een niveau 3 opleiding pedagogisch werk, verzorgende IG of maatschappelijke zorg. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat een student en docenten kunnen vertellen over deze opleiding. Jij ook? Laten we snel gaan kijken. Hoi, ik ben Sanne Boers en ik doe de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Ik heb voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn gekozen omdat ik het leuk vind om met mensen te werken en me in te zetten voor anderen. De lessen zijn erg afwisselend met praktijk- en theorielessen. Bij de praktijklessen leer je met hulpmiddelen om te gaan, zoals steunkousen aandoen, tilliften gebruiken, maar ook leer je iemand wassen. Bij de theorielessen zijn bijvoorbeeld voorbeelden van rekenen, biologie en Nederlands. Deze school werken we heel erg veel samen, wat ik fijn vind. Daardoor leer je samenwerken. Je mag bijvoorbeeld met z'n tweeën cliënten wassen of bij elkaar steunkousen aandoen. De contact met mijn docent en mentor is heel erg goed. Ik kan altijd bij ze terecht en met mijn mentor heb ik dagelijks contact. Als ik deze opleiding heb afgerond, wil ik niveau 4 verpleegkundige doen. Dan wil ik me specialiseren in kinderen en dan wil ik in het ziekenhuis gaan werken als kinderverpleegkundige. Krijg jij net zoals ik veel voldoening van het helpen van anderen, dan is deze opleiding echt iets voor jou. Ik ben Mieke de Rooij. Ik ben docent van onder andere ADL, ziekteleer en van anatomie. Hi, ik ben Ebru Kalinalti. Ik ben praktijkdocent bij de opleiding dienstverlening helpende zorg en welzijn. Als ik een beeld zou schetsen van het profiel helpende zorg en welzijn, noemen wij het, dan is deze opleiding een mbo-opleiding op niveau 2 en die duurt 2 jaar. En je kan de opleiding kiezen in een BBL-variant en in een BOL-variant. En de BBL-variant, dat wil zeggen dat je de opleiding werkend doet. Dus dat betekent dat je 80% van de tijd werkt en 20% van de tijd op school zit. Dus dat betekent ook dat het een vereiste is om een baan te hebben in de zorg. Als je dat niet hebt, dan kan je ook kiezen voor de BOL-variant. En de BOL-variant is precies het omgekeerde. Dus dat betekent dat je 80% van de tijd zit je op school en 20% van de tijd loop je stage. We begeleiden studenten door verschillende ondersteuningen te bieden. Een klas heeft een mentor die 2 keer per week ziet. Als we merken dat de student vastloopt, dan hebben we een pluscoach en een zorgcoördinator ook voor ondersteuning. Wij willen heel graag dat studenten zich veilig voelen en zich gezien voelen bij ons op de opleiding. Als je als student je inschrijft voor de opleiding dienstverlening zorg en welzijn, hè, dan krijg je een mentor toegewezen en die mentor die volgt jou de hele opleiding. Dus de 2 jaar dat je de opleiding volgt, heb je dezelfde mentor. En die mentor zie je wekelijks, want je hebt mentoruur. En tijdens het mentoruur worden er dan algemene zaken behandeld. Maar er is ook altijd tijd voor studenten om individuele gesprekken te voeren. Hè, tegen zaken waar je tegenaan loopt of waar je misschien extra begeleiding bij nodig hebt. En er is sowieso een periode, duurt 10 weken. En in die 10 weken heb je altijd een gesprek met je mentor over wat jouw leerdoelen zijn. Hè, en die worden dan
opgesteld samen en geëvalueerd. En stel je voor dat er zaken zijn waar de mentor niks meer aan kan doen, dan kan je ook altijd naar een pluscoach gaan. Zo noemen wij dat. Dat is eigenlijk een soort personal coach die jou helpt met zaken waar je tegenaan loopt. En er is nog een zorgcoördinator, er is een maatschappelijk werker. En stel je voor je hebt moeite met Nederlands, dan is er ook nog de mogelijkheid om extra Nederlands te volgen. Dus ik denk dat er op heel veel manieren je begeleid wordt als student. We hebben verschillende samenwerkingen met verschillende instellingen. Een grote zorgorganisatie waarmee we samenwerken is bijvoorbeeld Vivium. We hebben heel veel BBL-studenten van Vivium. Die werken daar en die komen dan één dag naar school voor de lessen. We hebben ook samenwerking met de gemeente. We hebben een wijkleerbedrijf. Dat is voor mensen die eigenlijk afstand hadden genomen van de arbeidsmarkt. Die proberen dan samen met de gemeente met verschillende zorginstellingen alsnog aan een baan te laten komen. We hebben verschillende projecten gedaan met studenten. Een groot project wat we hadden gedaan met studenten, wat de studenten heel erg leuk vonden, was de Ouderen voor Wendag. Dat hebben we samen met de stichting gedaan. En vanuit de opleiding zorg hebben we toen een handmassage gegeven aan verschillende ouderen en de nagelverzorging. De studenten vonden het heel erg leuk en de ouderen hebben ook heel erg van genoten. Als je het profiel hebt gekozen, dienstverlening, zorg en welzijn, dan kan je onder andere gaan werken in de ouderenzorg. Dus dat is bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, of dat kan zijn in de thuiszorg of in verpleeghuizen. Maar daarnaast kan je ook in de kinderopvang gaan werken, of als gastouder. Of je kan in de gehandicaptenzorg gaan werken. En je kan zelfs welzijnswerk gaan doen, dus activiteitenbegeleiding. Dus eigenlijk kan je heel veel kanten op met het profiel. De schoolmateriaal wat wij gebruiken is 100% digitaal. Je hebt een laptop nodig en je hebt digitale licenties nodig om bij ons de opleiding te kunnen volgen. Ik hoop dat je zo'n goede indruk hebt gekregen van de opleiding dienstverlening helpende zorg en welzijn op MBO College Hilversum. Tijd voor een korte samenvatting. Waarom zou je voor een opleiding bij welzijn in Hilversum kiezen? Bij de kennismaking kijken we naar wat jij wil en kan. Je krijgt volop de kans om je te ontwikkelen. Je hoeft niet meteen voor een richting te kiezen, dat kan ook later. En we werken samen met goede partners zoals Vivium en Kidswereld. Voor meer informatie over de opleidingen binnen deze sector, kijk je op mbocollegehilversum.nl/welzijn. Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan voor de opleiding. Na je aanmelding zullen we snel kennis maken en heb je ook nog de mogelijkheid om vragen te stellen. Graag tot ziens en bedankt voor het kijken.